Welkom bij Redemption Church en ook van harte welkom als jij voor het eerst met ons meekijkt. Ik wil het vandaag hebben over het feit dat God niet wil dat we bang zijn voor de toekomst. Hij wil dat niet, maar we gaan ook kijken hoe dan. Want we hebben allemaal wel bepaalde angsten. Of ze nou groot zijn, van hoe gaat het met deze wereld naartoe? Of ze komen heel dichtbij onder je dak van hoe moet dit met mij? Hoe moet het met mijn voorziening? En misschien heb je ook wel angsten voor... ja, waar worden we nu allemaal in meegesleurd? En vaccineren en allemaal dat soort dingen. Maar God wil dus niet dat we bang zijn voor de toekomst. En om te kijken hoe dat werkt, gaan we eerst terug... naar de laatste preek van de visiemaand. Pastor Josh liet ons zien wat de eerste gemeente deed. En daar gaan we eigenlijk ook in de Bijbel beginnen. En dat staat in Handelingen 2... Vers 42. Lees maar eens even mee. Daar staat... En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen... en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dan staat er in deze vertaling, ze bleven volharden bij... maar in het Engels staat er zo mooi... They devoted themselves to. Ze wijden zich toe aan. Het was als het ware alsof ze kozen... we geven dit een heilige prioriteit... Deze vier dingen. Want het zijn namelijk vier dingen. En het is niet, ze wijden zich toe aan het onderwijs van de apostelen... en dan nog een paar dingen. Nee, ze wijden zich toe echt aan die vier dingen. En waarom was dat? Waarom was dat onderwijs van de apostelen zo belangrijk? We zagen dat er vier paden, als het ware, over de wereld gaan. De profeet Zacharia noemt het de vier winden... die met elkaar een storm veroorzaken... Dus er zijn eigenlijk negatieve machten en krachten die rondgaan op deze aarde. De Bijbel beschrijft ze dus als paden waarbij het witte paard valse doctrine is. Maar je zou ook kunnen zeggen, de waarheid is niet meer helder. Wat is nog waar? Wie heeft er nog waarheid? Bestaat waarheid überhaupt nog wel? En tegenover dat witte paard, wat dus vals is als het ware... staat de doctrine van de apostelen, want dat is de waarheid... En we zagen ook, er was ook een rood paard. En dat stond in algemene zin voor oorlog. Maar als dat dichterbij kwam, onder ons dak... dan kon het gaan over verdeeldheid en over moeite en over oneenigheid. Dat kan dus gewoon in je relaties plaatsvinden. En op grote schaal oorlog over de wereld, oneenigheid. En wat staat daar tegenover? De gemeenschap. En er was er ook een vaalpaard... Het vale paard stond voor ziekte en dood. En bij ziekte werd zelfs, wordt in een van de Bijbelgedeelten... een besmettelijke ziekte genoemd. Dat gaat als het ware over virussen. En dat doet dat vale paard, die brengt dat dus op de aarde. En wat staat daar tegenover? Het breken van het brood. Het vieren van het volbrachte werk van Jezus. En er was er ook nog een zwart paard. En dat stond voor hongersnood. En dan staat er dat ze zich dus ook toewijden aan de gebeden... En dat kan je zien van, dat was de woorden van de geest bidden. In het Oude Testament stond al in het boek Jozua... laat het woord niet wijken uit uw mond, dan zult u voorspoedig zijn. En wij zien dus dat als we de gebeden van de geest niet laten wijken uit onze mond... dan zullen we geleid worden, dan zullen we voorspoedig zijn. En dat is dus het antwoord op tekort en hongersnood. Het geleid worden door de geest... Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen wat wij nu in de krantenkoppen zien... je ziet die vier paden, die vier machten zien samenwerken. Want het begon met een pandemie... en toen kregen we heel veel oneenigheid over wat is daarvan nou waar en niet waar. En dat leidt dus tot ruzie en kunnen we de regering nog vertrouwen en noem maar op. En dan zitten we ook nog met een economische crisis. En die machten en krachten, die waren er bij de eerste gemeente ook al. Daar was ook doodsbedreiging... Daar was ook van alles aan de hand. Eigenlijk diezelfde dingen. En dan zie je dus dat zij als tegenmiddel... tegen die vier machten en krachten... deden zij ook vier dingen. En weet je wat er dan gelijk achteraan komt? Het is zo gaaf. Dan staat er in vers 43... nadat ze die vier dingen deden... er kwam vrees over alle ziel. Nou, je denkt... nou, dat vind ik helemaal niet zo gaaf klinken. Nou, dan ga ik hem even uitleggen. Er kwam als het ware... De vrezen des Heren kwam op ze nadat ze die vier dingen deden. En daar kunnen wij dus bij angst bij denken. Maar dat is het niet.
Die vrezen des Heren is een diep onder de indruk zijn. Is een enorm ontzag. Een enorm ontzag. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat dat eigenlijk de oplossing is tegen het ontzag wat we hebben voor al die dingen die op de aarde zijn. De angsten en de vrees die we hebben voor alles wat er met ons kan gebeuren en de onzekerheden van de toekomst. Gods antwoord daarop is eigenlijk: zie Jezus nou groter. Wees meer onder de indruk van Hem dan van al die andere dingen. En gelijk daar achteraan komt dat de apostelen, dat er vele wonderen en tekenen gebeurden en dan komen er mensen tot geloof. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, die macht en krachten waren er altijd voor. En ja, ze nemen toe naar het einde toe. Maar de eerste gemeente heeft dus een model laten zien waarbij als het ware vier muren om je heen maakt. Vier muren om daarvan beschermd te zijn. En dan niet om stil op je plek te blijven zitten, maar om als het ware van daaruit te gaan bewegen. Want ze gingen niet alleen maar overleven. Er gingen dingen gebeuren, ze kwamen in beweging. Maar wel beschermd. Wel in de kracht van God. Je zou kunnen zeggen vol van Jezus. En hoe kwamen ze daar nou bij om die vier dingen te doen? Ja, wij hebben nu het Nieuwe Testament. En we zullen straks zien het boek Openbaring om ons tegen de angst te helpen. Maar zij leefden bijvoorbeeld in het boek Jesaja. En daar had God al gezegd in hoofdstuk 59... als de vijand binnenkomt van alle kanten, moet ik even kijken hoe het er precies staat. Ik moest hem uit de Statenvertaling halen. Dan zal de Geest des Heren de banier tegen hem oprichten. He, de Israëlieten waren gewend, dat zagen we ook al in die laatste vision preek, om een banier op te zetten. En daar zagen we dat deze met de vier gezichten van Jezus. He, maar hier staat in Jesaja 59, als die vijand komt en ze komt van alle kanten, dan zal God een banier oprichten. Nou, in Handelingen 2, waar we die vier dingen zien, net daarvoor was Petrus aan het preken. Dus wat had hij nou gezegd? Hij had gezegd, dit is de situatie nu. En toen ging hij naar Jezus toe en toen zei hij, en God richtte hem op uit de dood. En de dood kon hem niet vasthouden. Maar dat oprichten, dat tot leven wekken, dat komt overeen met die banier die opgetild wordt. Jezus werd als het ware opgetild uit de dood. De dood kon niks kon hem tegenhouden. En dat werd de banier van God. Tegen alle machten en alle krachten en alles wat er moeilijk is op deze aarde. De opgewekte Jezus, de verrezen Jezus, is Gods banier. Dus als je ook die vier dingen bekijkt die ze deden, wat ze daar eigenlijk gingen doen, is dat versterken, is eigenlijk Jezus optillen in die dingen. Daarom staat er ook niet de doctrine van de apostel Petrus. Het gaat niet om mensen. Het is de doctrine van Petrus, van Paulus, van Johannes. Maar weet je wat ze allemaal overeen hebben? Ze wijzen allemaal naar Jezus. Het gaat om Jezus. Dat is de redder. Dat is de held. En als we gemeenschap hebben, er staat in de Bijbel, als je heilige gemeenschap hebt, dat Jezus in je midden is. En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat we samen, heb er lekker koffie bij. En natuurlijk mag je zorgen met elkaar delen. Maar laat de gemeenschap, de heilige gemeenschap, weten dat Jezus in ons midden is. En laat het woord daar klinken. En laat het brood daar ook gebroken worden. En laten we ook bidden voor elkaar. En als we niet weten wat we moeten bidden, bidden we in de geest. Want zoals je die vier paden ziet samenwerken, zo mogen we dus leren als gemeente om diezelfde vier dingen te doen. En die ook als één geheel, die allemaal leiden tot Jezus centraal. Maar dat niet alleen. Dat we meer onder de indruk raken van Jezus. Dat wij ook meer die vrezen des Heren krijgen. Dat het ontzag voor Jezus en wat die heeft gedaan. En hoe we dat beoefenen in die vier dingen. En hoe we dat tot ons nemen. Je zou kunnen zeggen dat de banner dan in ons overeind komt. De standaard komt in ons overeind. Wij worden sterk. Hè? Dus de vrees des Heren is niet iets wat je te neerdrukt of wat je klein maakt of wat je. Nee, integendeel, als de vrees des Heren op je komt, dan reis je op. Maar we gaan niet over mensen. Ga niet over mij. Ga niet over jou. Wauw, we zijn zo onder de indruk van Jezus en daarna gaan we ook bewegen namens Jezus. Daarom is het natuurlijk ook in het jaarthema, hij maakt een pad in de wildernis en rivieren in de woestijn.
He, dus we leren ons sterk te maken. We groeien in onze kennis van Jezus. En van daaruit gaan we zelfs bewegen op deze aarde. En komen er goede resultaten in dat wij, in plaats van dat wij bang en angstig in een hoekje gedrukt proberen te overleven. Dat wil God niet. He, dus wat ook je angsten zijn, die hoeven nu niet weg te zijn. Maar laten we het gewoon gaan doen, weet je. Wat ik vandaag eigenlijk met je wil doen, is naar het boek Openbaring. Want als er nog iets over de eindtijd gaat, even, als jij nog twijfelt van, ja, zit nou die angst van de wereld tegenover de vrezen des Heren? We zagen vorige keer al in, toen de discipelen vroegen, Heer, wat zijn de tekenen van de tijd dat het zover is, dat u bijna terugkomt en dat de wereld aan het einde komt? Toen zei hij al, nou, weet je, er zullen, laat je niet in de war maken, er zullen valse christenen zijn, er zullen oorlog zijn, natie tegen natie, hongersnood, en er zullen ziekte over de wereld gaan, noemde die eigenlijk ook al die machten en krachten. Maar als we dat in Lucas 21 bekijken, even kijken hoor, heb ik hem erbij hier? Ja, dan staat er dit, Lucas 21, ik lees even vanaf vers 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Wauw, de Heer waarschuwde al hoe het zou zijn voor de mens. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en de verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dus hier zie je dat hij eigenlijk zegt, kijk omhoog, hecht uw hoofd, zie die banier, zie Jezus al komen, zie hem met je, zie hem groter. En dan is uw verlossing nabij. Leuk, hè? Dat is eigenlijk de naam van onze kerk. Redemption. Your redemption draws near, staat er in het Engels. Wij zijn bezig met een toenemende verlossing. Niet mee met de angst en de vrees. Nee, wij heffen ons hoofd op en dan proberen we zoveel mogelijk mensen in mee te krijgen. En ook als je voor het eerst kijkt en je kent God niet, blijf kijken, want God wil dat ook voor jou. Die wil niet dat je ten onder gaat in angst en vrezen voor je eigen leven of wat je in die wereld ziet om je heen. He? Dus die gemeente deed daar die vier dingen voor, die eerste gemeente. En laten wij dat ook doen. Laten we vandaag gewoon maar beginnen bij de eerste. De doctrine van de apostelen. Laten we ons daar eens even aan toewijden. De rest van deze dienst. De rest van deze preek. Doe je mee? Stel je open? Wil je het? Laten we zeggen, Heer, help ons ook te groeien in die vrees van u. We willen niet in die vrees van de wereld. We willen niet dat ons hart er moeite mee begint. We willen juist vol zijn van u. U groter zien. Nou, het boek Openbaring is daar echt ideaal voor. Dat kan je misschien niet gelijk voorstellen. Misschien ben je er wel eens in gebladerd. Of heb je er wat over gehoord. En heb je gedacht van, poeh, dat is een ingewikkeld boek. Of het kan sommige mensen zelfs angst aanjagen als ze er gaan lezen. Maar dat is niet de bedoeling. He, daarom gaan we samen kijken naar een aantal principes. En dan kijken we dus dit keer naar de doctrine van de apostel Johannes. Maar je zal zien, het gaat die apostelen niet om hun of wie zegt het. Het verwijst naar Jezus. Laten we beginnen in Openbaring 1 vers 1. Dat begint al met openbaring van Jezus Christus. Het eerste zinnetje, het eerste stuk van de zin is openbaring van Jezus Christus. Het is niet de openbaring van de antichrist. Het is niet de openbaring van het teken van de beest. Het is de openbaring van Jezus Christus. Die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Nou, er zijn dus eigenlijk als het ware twee stukken. Volgende keer ga ik preken over de dingen die gebeuren moeten. Maar voordat we daarin dus in gaan kijken, beginnen we met de openbaring van Jezus Christus. En daarna gaan we pas naar de dingen die gebeuren moeten. Je moet het een niet zonder het ander doen. En hoofdstuk 1 begint eigenlijk vooral met openbaring van Jezus Christus. En dan gaat hij nog even door van, joh, dat is door een engel bij Johannes gebracht. En die heeft dat echt als het woord van God, als een betrouwbare getuige van het getuigenis van Jezus opgeschreven. En dan zegt hij gelijk in vers 3, gelukkig is wie dit voorleest. Niet angstig. Andere vertaling zegt trouwens, zalig is. Gelukzalig. In het Engels staat er gezegend, blessed.
Gezegend is wie het voorleest. En denk je, ja, leuk voor jou. Let op. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen. En zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Hoe stond het? Uw verlossing is nabij. Dan zie je ook dat je het boek Openbaring het beste kan uitleggen met andere delen uit de Bijbel. Dan wordt het eigenlijk mooi, dan versterkt het en dan neemt het toe. Dan doet het je toenemen. Want je kan zeggen, ja, een Openbaring van Jezus Christus. Maar we kennen de Heer toch al? We hebben toch niet een nieuwe openbaring van hem nodig? Nee, luister, het boek Openbaring gaat heel veel over het getal 7. En getal 7 staat voor volheid. Dus je zou ook kunnen zeggen, het boek Openbaring, wat misschien wel het laatste boek is in de Bijbel, maar het helpt de openbaring van Jezus die we eerder al hadden, door de evangeliën, door de brieven heen, helpt het boek Openbaring om dat tot volheid te brengen. He? Als je tot geloof komt, begin je openbaring van Jezus misschien op level 1. En dan groeien we zo door. En dus het boek Openbaring helpt wel degelijk onze grotere besef. En daarmee een grotere ontzag. Een grotere vrezen van Jezus. Gaaf, hè? En vers 3 zegt dus niet, oh, gestrest is wie het voorleest en wie dat hoort. Nee. Staat gezegend, gelukkig, gelukzalig. Dat is dus de bedoeling. Dus als we het boek nou anders lezen, of als het niet met dat met ons doet, hey, dan moeten we het anders benaderen. Nou, laten we eens even verder gaan. Ik lees vers 4 en een stukje van vers 5. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Mensen die het boek eerder hebben bestudeerd, die zien vaak in hoofdstuk 2 en 3 een aantal brieven aan gemeenten. En als je die losleest van hoofdstuk 1, en dan zie je dus, we moeten in verband leren lezen. Nou, er staan stevige dingen in. 5 van die gemeenten krijgen stevige correcties. En dan kan je zomaar weer het gevoel bekruipen. Dat kan je ook als gelovige afzonderlijk hebben. Dat er moet iets anders in je leven. En als je dat te horen krijgt, kan je toch weer veroordeeld voelen of afgewezen of weet ik voor wat. Maar hoofdstuk 2 en 3 beginnen niet met hoofdstuk 2 en 3. Het begint met hoofdstuk 1. Waar Johannes zegt, van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede. Ook die moeilijke dingen beginnen nog steeds met genade en vrede. Weet je, onze boodschap, het evangelie van genade, het evangelie van de vrede, zie je, dat blijft gewoon altijd overeind. Zelfs als er dingen fout zijn. Zelfs als er gecorrigeerd moet worden. Gods genade blijft. Mooi, hè? En dan staat er, dat is van hem die is, die was en die komt. En heel vaak zetten wij dat op een rijtje. Hem die was, die is, die komt. Nee, het is hem die is en die was en die komt. Maar God wil dat je weet dat hij is. Ik ben, zegt God. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat vaak zitten wij in situaties dat we hem niet voelen of dat we twijfelen, is hij er wel. Maar de aanwezigheid van problemen betekent nooit de afwezigheid van God. De aanwezigheid van moeites of dingen betekent nooit dat God er niet is, of dat hij in de steek heeft gelaten, of dat hij het maar heeft toegestaan. Heel vaak komen de problemen uit die machten en krachten. En dan wil God juist dat je weet dat hij er is. En ja, hij is ook die was en hij is ook die komt. Maar bovenal, hij is. Vergeet het niet, zei hij al aan het eind van het boek Matthäus. Vergeet het niet, ik ben met jullie tot het einde. Ik ben voortdurend met jullie, elke dag. En dat is zo belangrijk. Vooral als je ook weet dat hij met de 7 geesten komt. Dan denk je, poeh. Maar je zou kunnen zeggen, dat is de zevenvoudige geest. En de zevenvoudige geest betekent eigenlijk dat de geest in 7 verschijningsvormen heeft. In 7 capaciteiten, zou je kunnen zeggen. En dat lezen we dan bijvoorbeeld in Jesaja 11. Daar worden ze genoemd. Op hem, gaat over Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en van de vreze des Heren.
Hé, hey, dat is apart. Hier komt de geest van de vrezen des Heren tevoorschijn. Dat is dus waar ze eindigden na die vier dingen op een levende manier te doen. Daar eindigde met de vrezen des Heren. En daar eindigde trouwens niet, want als je goed telt, dan zijn het er zes. En we weten, bij God is er altijd volheid. En er staan, dus in Jesaja zijn het er zes die genoemd worden. He, terwijl we zien in Openbaring, nee, het zijn er zeven geesten. Maar dan moet je dus niet, ten eerste niet denken, poeh, wat een gedoe. Nee, het betekent simpelweg de volheid van de geest. Hoe gaaf is dat, de volheid van de geest? Jezus komt naar je toe met de volheid van zijn geest. Dus als je in een probleem zit en hij stapt bij jou in dat probleem, dan komt hij niet meer alleen maar als Jezus die jij kent als de redder en de fijne vriend wanneer je dat nodig hebt. Hij komt met de volle geest. Hij komt met de geest van, hoe stond het er? Wijsheid. De geest van inzicht, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis en de geest van de vrezen des Heren. Daar komt hij mee. Als hij zegt, ik ben degene die is. Ja, en dan zeg je misschien, ja, maar dat is allemaal groots en blijft ver weg. Ik heb gewoon een beetje liefde nodig. Nou, dan lezen we verder in Openbaring. Hoe begon het in vers 5? De betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Allemaal groots. En dan komt hij. Aan hem die ons lief heeft. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Die grootste Jezus, die machtige, die al die dingen met de volheid van geest, die zegt daarna weer als eerste aan hem die ons lief heeft. Hij heeft ons lief. Als kinderen, daarom geloof ik ook. We zagen net zes geesten, of zes verschijningsvormen van de geest, dat die zevende geest de geest van het kindschap is. Want Jezus kwam de naam Vader openbaren. En daarna kregen wij die geest, zei Paulus. En daarna riepen we God door die geest aan als Abba Vader. Dus gelijk na de geest van de vrezen des Heren zit de geest van het kindschap. Daarom is het niet bedoeld om bang te zijn. Je moet het zo zien. Jouw God in de hemel is de almachtige die alles kan. Maar het is jouw Vader. Jij bent intiem met hem. Het is heel intiem. Aan hem die ons lief heeft. Aan hem komt de eer toe. En de macht en de kracht. Maar die vrezen des Heren is dus niet bedoeld om afstand tussen jou en hem te creëren. Dan mag je zelfs juist dichterbij halen. Jij weet nou dat jouw Vader door die geest van het kindschap wel boven al die machten en krachten staat. En ja, soms moeten we hem ook gehoorzaam. Soms is het ook gewoon goed om zelf even te denken, oké, ik moet hem niet als mijn maatje zien. Nee, je Vader is wel God. Maar dat is fantastisch en dat is nooit bedoeld om ons weggedrukt te voelen of angstig. Nee, die vrezen juist des Heren, als dat ons opvult, worden we juist minder bang en zijn we minder onder de indruk van alle andere dingen om ons heen en op deze aarde. Of het nou dichtbij is of in het groot. En dat is zijn bedoeling. Nou zegt hij in vers 8. Ik wil je van harte aanraden, lees het heerlijk als geheel, maar ik pak even een aantal dingen eruit die vaak niks voor ons doen, terwijl ze bedoeld zijn ons ontzag op te wekken. Nou zegt hij in vers 8, ik ben nog steeds de Openbaring 1. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. We zagen eerder al dat Johannes hem introduceerde als degene die is, die was en die komt. En hier doet hij het nog een keer, dat je het niet vergeet. En nu staat erbij de Almachtige. Hij die is, is de Almachtige. Dat is degene die bij is. Die is almachtig. Maar dit keer begint het stukje met ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Nou, waarom is dat nou weer zo gaaf? Alpha en Omega is Grieks. En als je het Griekse alfabet bekijkt, begint dat met de alfa, dat is de eerste letter, en de omega is de laatste letter. En dat komt eigenlijk terug in Openbaring 22. Maar dan staat er iets bij. Dus helemaal aan het begin van het boek Openbaring
zegt hij, ik ben Alpha en Omega. En dan gaan we helemaal naar het eind van het boek Openbaring, hoofdstuk 22, vers 13. Daar staat, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dus dit klopt letterlijk als je het alfabet neemt, dat de Alpha is de eerste letter van het alfabet en de Omega is de laatste. Maar wat zegt hij daar nu mee? Kijk, toen dit aan Johannes werd geopenbaard, is dat niet in Grieks gebeurd. Want Johannes was een Jood. En pas de prins zegt dat al. En ik geloof dat eigenlijk ook, dat de Hebreeuwse taal, als het ware, Gods taal is. En zeker van God gegeven taal, om zijn woord duidelijk te maken. En dus wat zei hij nou tegen Johannes? Ik ben de Alef en ik ben de Taf. Ik ben het begin en het eind. En waarom is het gaaf om dat ook in het Hebreeuws te bekijken? Omdat het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters. En het boek Openbaring heeft 22 hoofdstukken. Dus aan het begin, in het eerste hoofdstuk, zegt Jezus, ik ben het begin. En aan het eind zegt hij, ik ben het begin en het eind. En wat denk je wat er tussenin zit? En alles waar wij normaal bang van werden. Nee. God is het begin, God is het eind, God is het midden, God is net na het begin, God is net voor. Hij is overal. Daarom zegt God, ik ben het begin, ik ben het einde, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben degene die is, ik ben degene die was en ik ben degene die komt. En ik ben almachtig en ik ben jouw God, jou heb ik lief en ik ben met jou. Niks kan jou scheiden van mij. Wauw. Ook in het boek Openbaring. Ik geloof zelf dat er een heel gedeelte van het boek is dat wij er niet eens zijn als de gelovigen. Dan geloof ik dat de bruid is opgenomen en dan gaan er dingen gebeuren. Dan zou je zeggen, ja, dan is het niet belangrijk. Nee, wij moeten daar allemaal doorheen kunnen en dat ook kunnen lezen zonder bang te worden. Of zonder daarvan in de war te raken. Waarom? Jezus is met ons. Dat stopt niet in hoofdstuk 1. Dus ook als we bij het teken van het beest komen en denken, oh, wat kan dat aan ons aandoen en wat kunnen wij gedwongen worden? He, dan moeten we even niet vergeten dat hij die is en die was en die komt en die is het begin en het eind en die is ook daar. Nou, dan gaan we volgende keer dieper bekijken van, joh, hoe zit dat dan? En zit daar iets van dreiging in voor de gelovigen, ja of nee? Nou, we weten nu al, wie het boek leest is gezegend, hè? Vers 3, even niet vergeten. Dus dan gaan we gaan in ieder geval tot die tijd, je mag het zelf ook bestuderen, maar niet bang zijn. En ook als het gaat om niet bang zijn. Kijken we verderop. Kijk, we hebben tot nu toe een stukje van hoofdstuk 1 gedaan. En daar komt al zoveel uit, dat als je dat zou vergelijken met de rest van de Bijbel, denk je, wauw, alles klopt. Alles is heel. God zegt, ik ben alles in allen. En dat is ook echt waar. En dan zie je een boek Openbaring, wat op zich alweer een afspiegeling is van het woord van God. Maar dan met de hele Bijbel zou je kunnen zeggen, het is level 7. We zijn opgebouwd in levels, maar om tot de volle volheid te komen, de geest zou ons ook leiden tot de volle waarheid, hebben we dat boek Openbaring nodig. En dan krijgen we het ook. Dan krijgen we de volle openbaring van Jezus. Weet je, hoe zou die vrezen van de Heer, dat gaan we krijgen. Weet je, als we ons daaraan toewijden, net als die eerste gemeente, dan gebeurt dat ook bij ons. En dat is eigenlijk het antwoord. Dus als we nou weer verder kijken, gaan we in hoofdstuk 1 weer verder kijken, wil ik weer even in herinnering brengen. Wij deden dit omdat wij ons toewijden aan de doctrine van de apostelen, met als bedoeling meer onder de indruk van Jezus te raken dan van enig ander ding, situatie, wezen, schepsel, tijd, toekomst, begin, eind. Nou, dan zegt Johannes, dan gaat hij iets beschrijven wat hij zag. En dan gaat hij ook Jezus in beschrijven. En daarna gaat de Heer zelf spreken. En dat is zo, zo gaaf. Dan zie je weer de context van de Heer steeds. Ik wil niet dat je angst hebt voor de toekomst. Op geen enkele manier. Ook niet voor mij. Nou, we lezen even vanaf vers 8. Staat, op de dag van de Heer raakte ik in vervoering.
Het is even goede reclame voor de zondag. Op de dag van de Heer gebeuren er bijzondere dingen. Ik weet, in lockdown alles vervaagt. Ik ben soms ook kwijt, wat is de dag? Ik weet het, poeh, waar leven we? Laten we de dag van de Heer bijzonder houden. Er staat niet voor niks in Openbaring. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Laten we zorgen dat we het ritme houden. Dat we op de dag van de Heer ervoor gaan dat we in vervoering raken. Hoe lastig ook, hoe moeilijk ook. Hou het vast. Ik hoorde achter me een luide stem. Die klonk als een bazuin. En die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in het boek. En stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hier komt de beschrijving van Jezus. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol en als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als een geluid van een geweldige watermassa. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Dus Johannes die krijgt van God te zien eigenlijk meer van, joh, hij mag eigenlijk achter de schermen kijken en het gaat naar de volheid van de openbaring. Want Johannes had Jezus al meegemaakt op verschillende levels. Maar schijnbaar maakt hij hem hiermee op een manier. Dit is zo indrukwekkend. En dan zie je dus dat, hoe mooi het ook beschreven is. Hè? Het is als een mens, maar zeker geen normaal mens. Maar dat is hoe wij later zullen zijn. En dan zie je heel die bekleding, heel de bekleding, de gewaden. Een prachtige sjerp en noem maar op. En maar hij raakt er zo van onder de indruk. Waarschijnlijk ook zo bewust van zijn mens zijn. En zijn nietigheid en zijn onwaardigheid en weet ik het wat allemaal, dan valt hij als voor dood neer. En dan gaat de Heer spreken. Dan gaat de Heer zelf spreken. En dan moet je weten, dat is dan opgeschreven en dan kunnen wij dat lezen. Maar dat is de stem van de Heer en die klinkt ook vandaag over jou en over mij. Dat was niet alleen voor Johannes. Er staat helemaal in het begin van Openbaring dat Johannes dit op moest schrijven voor de dienaren Gods. Dus dat is ook voor ons. En dan moest kijken. Hoe indrukwekkend ook. Hoe groot, hoe oogverblindend. En Johannes valt er als het ware bijna als voor dood bij neer. En dan gaat die Heer spreken. Dan moet je. Ja, het blijft me verbazen. Het is zo bijzonder. Zowel lieflijk als indrukwekkend. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Moet je voorstellen, zo vriendelijk en lieflijk. Wees niet bang. Dat is het eerste wat hij zegt. Zie je dat God niet wil dat wij angst hebben? Hij wil eens dat we leren hem erbij te laten en dan meer onder de indruk te raken van hem dan van iets of iemand anders, inclusief onszelf. Weet je dat wij soms onszelf bekijken en beoordelen, denken, ja, God dicht bij mij, ik ben dat niet waard. Weet je wat de Heer dan zegt? Wees niet bang. Ja, maar dit, ja, maar dat. En dan zegt hij, nee, ik ben de eerste en de laatste. Geen zorg, ik wist het allemaal al. Ik weet alles van jou. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu tot in eeuwigheid. Denk, ja, nee, maar dat als Jezus dat tegen je zegt met zijn hand op je schouder, dan hoor je, ja, en de dingen in jouw leven zouden misschien normaal gesproken ook. Je denkt, ja, ik ben het niet waard. En de zonde in mijn leven. En man, ik ben de dood waard. Zegt hij, nee. Ik ben in jouw plaats dood geweest. Ik was dood, maar ik leef. En jij leeft nu met mij. Tot in eeuwigheid. Niet angst en vrees voor de wereld. Kijk op. Kijk op. Kijk naar mij. Uw verlossing komt nabij. Dat is trouwens de laatste. Ik denk, we zijn toch al verlost? Ja, maar ook daar weer zitten verschillende levels. Eerst ben je
verlost voor de eeuwigheid. En daarna gebeuren er dingen in ons leven. En er staat dat de laatste vijand die eronder gaat, is nog de fysieke dood. Dus dat is als het ware de ultieme verlossing. Dat komt nabij. Maar al die tijd, met dat we door al die seizoenen van het leven op deze aarde lopen, is hij erbij. Weet je, en zo'n beschrijving is dan niet voor niks. Want je denkt misschien, ja, weet je, helemaal die beschrijving. Maar ik vind vooral dat intieme leuk. Van joh, wees niet bang en hij raakt me aan. En dat doet hij trouwens ook nu. Je mag weten dat de Heer zijn rechterhand op je heeft en zegt, wees niet bang, ik ben erbij. Ik ben die is, die was, die komt. Ik ben de Almachtige, ik ben het begin, het eind. Wees niet bang, ik ben met je. En toch is die andere beschrijving ook belangrijk. Want als we dan naar hoofdstuk 2 gaan, waar hij aan die gemeente gaat schrijven, dan krijgen er een paar best wel even een stukje correctie. He? Maar wat hadden we al gezien? In hoofdstuk 1 begon het al met genade en vrede, zei jullie. En voordat zo'n gemeente dat de correctie begint, gaan we eens kijken, heel kort, hoe dat ingeleid wordt. En dat doen we even bij 3. He? Ik kijk even in Openbaringen 2 vers 8. Vers 8. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Al die dingen die in hoofdstuk 1 gezegd zijn, zie je terugkomen als in stukjes openbaring voor die gemeente, voor die brief aan die gemeente. Ik lees vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Hebben we net gelezen. Dat dat uit zijn mond kwam. Vers 18. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Je ziet dus dat de introductie in hoofdstuk 1 meegenomen wordt in de volgende hoofdstukken. En dat voordat zo'n gemeente een correctie krijgt, dat God eerst een stuk openbaring van hemzelf geeft. Dat ze eerst krijgt te zien wie Jezus voor ze is. Dus het begint met genade en vrede zijn jou. En daarna komt er een stuk openbaring. Weet je waarom? Omdat God niet wil dat als er al iets anders moet in ons leven, dat we dat angstig zouden ontvangen. Of dat dat bedreigend klinkt. Of dat we ons daardoor afgewezen voelen. Of dat er afstand zou zijn. En weet je waarom? Dat is simpelweg omdat het werk van Jezus groter is. Wat hij gedaan heeft, het volbrachte werk, is zoveel groter dan al onze knoeiwerken of geen werken of weet ik veel wat. En die eerste gemeente wist dat. Die eerste gemeente had al die dingen te pakken. En naarmate je daaraan toewijdt, die doctrine van de apostelen, en ziet van wauw, het is allemaal over Jezus. Weet je, en volgende keer gaan we verder. Als we deel 2 doen over het boek Openbaring, gaan we ook echt voorbij alleen de openbaring aan Jezus. Dan gaan we, maar wat gebeurt daar nou? Dan gaan we kijken naar de boekrol die ontvouwen wordt. En ja, dan gaan we ook kijken naar het teken van het beest en wat speelt daar nou omheen en hoe moet de gelovige, mag de gelovige met die dingen omgaan. Maar het begint met dat we ons toewijden aan die dingen, waardoor de vreze des Heren toeneemt. Meer onder de indruk van Jezus dan vanzelf of enig ander ding. En dat gebeurt dus ook voor zo'n gemeente. Dat was toen al en dat is niet veranderd. Maar laten we ons geven dus aan die 4 dingen, met dit als doel. Laten we Pastor Josh en Pastor Tara nauwlettend in de gaten houden. Want zij zijn dus bezig, hoe doen we die dingen nu op een levende manier? Hoe doen we ze ook dat ze elkaar versterken? Dat als we dan gemeenschap hebben, dat het ook zin heeft. Dat al die dingen samen, en ook met dat we niet samen kunnen komen. Hoe geven we dat dan handen en voeten? Nou, weet je, we zien dat al hier en daar. We zijn er al mee bezig. Bijvoorbeeld in de online community is er nu 3 keer per week al avondmaal met een hele grote groep. En ja, daar komt dan een stukje onderwijs bij. En ja, daar wordt gebeden. En ook in het After Church Café, ja, daar wordt niet alleen maar nagekletst. Ja, er wordt ook gepraat over de dienst, over het woord. Maar daar wordt ook gebeden. In de dienst zelf hebben we al avondmaal. En dan die dingen onderling, want dan denk ik, gaan we weer 4 dingetjes doen. Dan gaan we die ook nog leren hoe we die allemaal moeten hebben. Of hoe we dat mogen beleven. Op een manier dat het ons ook dieper nog onder de indruk brengt van onze Heer Jezus. De banier die God heeft opgetild uit de dood. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Man, als er staat, als Peter spreekt,
God heeft hem opgewekt uit de dood. Moet je voor, Peter is vol van de geest. De dood kon hem niet vasthouden. Moet je voorstellen, Jezus heeft de dood overwonnen. En die Jezus is met ons. En dan mogen we zo van onder de indruk raken. Dit is ook het geheim van de eerste gelovigen. Die op een of andere manier leken ze helemaal niet onder de indruk te zijn. Dat als de dood dreigde. En we weten verhalen van dat ze tussen wilde dieren werden gegooid. En weet ik het wat, dan gingen ze God prijzen. Ja, het geheim daarachter is simpelweg. Jezus had de dood overwonnen. Jezus, de dood kon hem niet vasthouden. En daar waren ze zo vol van. Ja, dat zij ook die angst voor de dood niet meer hadden. En zeker niet voor de dingen die daarvoor lagen of de mindere dingen. Nou, ik zal eerlijk zeggen, volgens mij ben ik daar niet vandaag. Maar ik mag daar komen. We mogen daar komen. Wij mogen ons aan die dingen toewijden en daaraan meedoen. En dan gaat de Heer ons daar brengen. Amen. Nou, als je nou kijkt en zegt, ik heb eigenlijk mijn leven nog nooit aan God gegeven. Dan mag dat. Toen Jezus stierf aan het kruis. Toen stierf hij dus voor onze zonden. En er kwam net een tekst langs waar zei, ik heb jullie aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed. Wat is dat nou? Toen Jezus stierf aan het kruis, toen vloeide zijn bloed. Maar dat was eigenlijk het sterven in jouw plaats. Jouw zonden waren daar en de straf voor jouw zonden waren daar op Jezus. En dat is de manier waardoor de weg open is naar God. Waardoor je weer zijn kind kan worden. Jij mag je daaraan geven. Jij mag dat als een geschenk aannemen. Zeg je, Jezus, hebt u dat ook voor mij gedaan? Weet je, en dan is God niet die grote afstandelijk. Hij is als een vader die zegt, ik wil dat mijn kinderen thuiskomen. Kom maar thuis. Neem het geschenk aan. Ik zie je al als mijn kind. Zie jij nu ook mij als je vader? En dan mag je met me meebidden als jij dat wil. Want dat werkt heel simpel. Dan zeg je, God, Vader in de hemel, ik snap dat u mij wilt. U wil mij als uw kind. En ik wil me daar graag aan geven. En Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mijn zonde aan het kruis bent gegaan. Dat u ook de straf die ik eigenlijk verdien op u hebt genomen. En ik wil dat vandaag aannemen. In Jezus' naam. Amen. Als jij dat gedaan hebt, of je doet dat ergens vandaag of de komende tijd, kom alsjeblieft in contact met ons. Er komt een link in beeld waar je kan melden. En we willen je simpelweg op weg helpen. Op deze reis met God. Deze nieuwe wandel met God. We gaan niks ingewikkelds doen. We willen je gewoon wat zorgen dat je wat spullen krijgt. En dat je wat materialen krijgt. Het is allemaal gratis. Om jou hierin verder te helpen. Hoe werkt het nu? Wat doe ik nu hier vandaan? Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen? Dus maak daar gebruik van. Gemeente, nu gaan wij naar het derde ding wat de eerste gemeente ook deed. En dat is het breken van het brood. En heel kort hierbij, als we kijken in hoofdstuk 5 van Openbaring, dan staat er, en ik zag een lam, hè, dat is weer een ander beeld van Jezus wat Johannes ziet, een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Nou, toen ik pas tot geloof was gekomen, dacht ik alweer, ik ben het alweer kwijt. Maar waar staat dat nu voor? Een lam heeft geen horens. Hoorn staat, het is symbolisch. Hoorn staat voor autoriteit. En als je 7 horens hebt, heb je de volle autoriteit. Dus eigenlijk staat daar gewoon, het volbrachte werk van Jezus, het geslachte lam, heeft de volle autoriteit. En als er staat, het had ook 7 ogen, betekent dat niet dat er echt letterlijk een lam staat met 7 ogen. Wat dus een beetje, nee, het staat voor zicht en inzicht. En door het geslachte lam heeft Jezus, of als het geslachte lam, heeft hij het volle zicht en het volle inzicht. En wat betekent dat voor als we avondmaal vieren? Hoe kunnen we nou dieper onder de indruk raken? Door te zeggen, als u het geslachte lam bent en u hebt de volle autoriteit, wil ik dat erkennen. En dan wil ik ook erkennen dat u de volle autoriteit hebt over mij. En over mijn leven. En over mijn lichaam. En als we dan dat geslachte lam eten en drinken, zeggen we dat ook tegen onszelf. Preken we dat als het ware tegen onszelf. En we zeggen, ja, we willen dat ontvangen. Dus uw lichaam voor mij verbroken is, Heer Jezus. Dat ik heel mocht worden, dan zeg ik, dank u wel. En uw striemen zijn mijn genezing geworden, zegt de Bijbel. En dan wil ik zeggen, ja,
U hebt die autoriteit, u hebt dat gezag. En ik geef u dat recht en dat toon ik door het te eten. Door het volbrachte werk te eten. Het geslachte lam, het lichaam, ik eet. En als we dan ook de beker zien, dit is waar zijn bloed vloeide. En dat mogen we dan, hiervan mogen we zeggen, dit is het bloed van Jezus. En dan komt het bij dat volle zicht. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Misschien zie je jezelf wel als vuil, als niet waardig. Misschien denk je van, ik heb te veel fouten. Maar God zegt, maar ik heb het volle zicht. Ik heb het volle zicht. Ik heb dat allemaal al gezien aan het kruis. En door het bloed zie ik jou nu schoon. Vertrouw op mijn zicht. En als je zegt van, ja, dank u Jezus, dat wil ik aannemen, dan helpt dit ook om ook je bewustzijn schoon te wassen. Laten we het zo nemen. Zeggen, dank u Jezus dat uw bloed heeft gevloeid, dat ik nu in uw ogen perfect ben en de rest van mijn leven. Dank u Jezus. En normaal, in de Bijbel, als God zei hier eigenlijk mee, ik geef je mijn alles. En dan in de Bijbel zie je de reactie van de mens, vaak dat dit mens zijn tiende gaf. En nu komen we bij het geven. Want eigenlijk mag de mens reageren op wat God geeft. Maar ik wil vandaag een beetje prikkelen. Doe nou niet de standaard reactie. Doe niet hoe het hoort. Ga nou niet gewoon. Hè? God zegt dat hij graag iets op je hart wil geven. En gehoorzaam daar nou aan. Doe niet het christelijke dingetje, de gebruikelijke reactie. Denk gewoon even na, wat geeft u op mijn hart? En dat is dus niet iets waar je van baalt, of waar je, dat is iets waar je blij van wordt, zegt de Bijbel. Als wij reageren op het breken van het brood met ons geven, is dat ook bedoeld tot zegen. Dat is bedoeld tot blijdschap. En dan weten we dat als we dat doen, dat het zaaien is. En dan voor al onze voorziening zijn we minder onder de indruk van economische toestand, banen, wat er ook is. En zijn we meer onder de indruk van Jezus. Hij inspireert het, wij gehoorzamen. En dan hoeven we ons de rest van de dag en de week geen zorgen te maken over onze voorziening. En laten we zo geven. En nu komt er ook in beeld hoe je dat kan doen. En je kan ook gebruik maken van de Gift app. Het hoeft ook niet nu, het mag ook later. En doe het geïnspireerd. Nou, dan rest mij nog jou te zegenen en je van harte uit te nodigen tot een volgende dienst. En ik kom ook nog terug dus met een deel 2 van het boek Openbaring. En weet je, heel veel plezier ook in het After Church Café. Maar doe het dus niet alleen om de koffie. Vanaf nu, alles wat we doen, alles waar we aan deelnemen, doen we dus met als doel groter vrezen voor de Heer, met andere woorden, meer onder de indruk van Jezus dan van enig ander persoon of enig ander ding. In Jezus' naam.